Wat onmogelijk leek, is toch gewoon mogelijk gebleken. En we gaan met z'n allen. Dit is ook Nederland. Maar ja, we worden niet allemaal hetzelfde geboren. Iedereen verdient gewoon een kans om te laten zien wat hij kan en wat potentie hij heeft. Ik ga naar Nieuw-Zeeland. En ik kan je vertellen dat het niet vaak gebeurt dat je even naar Nieuw-Zeeland gaat voor een documentaire. Maar ik ga ook wel op stap met een heel bijzondere club sporters uit Amstelveen. Maak kennis met het Team NL Taekwondo Special Needs. Het is half september en het team is bezig met een van de laatste trainingen voordat ze de reis naar Nieuw-Zeeland gaan maken. Daar wordt voor het eerst een WK Taekwondo gehouden, speciaal voor deze doelgroep. En voor een weekje naar Nieuw-Zeeland gaan is voor iedereen al een hele kluif, laat staan voor deze club. Want iedereen heeft hier een beperking. Hoewel ze allemaal volwassen zijn of bijna volwassen, zijn ze vaak nog een stuk jonger in hun ontwikkeling. De spanning is voelbaar bij iedereen, het komt dichtbij. Ook bij mezelf. Het is de eerste keer dat ik echt zo'n reis ver doe met deze groep. Ik heb wel verantwoording over deze mensen. Ik voel me altijd al heel verantwoordelijk voor ze. En ik wil ze altijd empoweren, zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen. Maar nu heb ik ook nog de zorg op ze. Ik denk dat de jetlag wel eens iets is waar niemand zich echt kan voorbereiden. Als je veel op gereisd weet je het, maar het is dan nu moeilijk uit te leggen wat natuurlijk een jetlag is. Dus dat gaan ze ervaren, dat ze natuurlijk slaperig zullen zijn. En intussen moeten we natuurlijk trainen, want we moeten ons klaarstomen. Het is een hele onderneming voor trainer David Chung om met deze groep op pad te gaan. Toch is hij van begin af aan vastbesloten om deze reis mogelijk te maken. In februari sprak ik hem toen hij een crowdfunding opzette. Want ja, die reis moest natuurlijk ook bekostigd worden. Yeah. Veel van deze mensen hebben gewoon niet het geld en de middelen om dat te kunnen betalen. En daarom hebben we ons besloten van we gaan ons daarvoor hard maken dat mensen toch naar Nieuw-Zeeland kunnen. En we zijn er aardig succesvol in al. Op dat moment weet ik nog niet dat ik ook meega. Ik zeg nog grappend, als het nou goed gaat met die crowdfunding kun je mij misschien ook meenemen. Want hoe mooi zou dat zijn als we ook deze reis kunnen vastleggen. Een paar maanden later blijkt hij het voor elkaar te hebben. Iedereen kan naar Nieuw-Zeeland, ook ik. Ik kreeg heel vaak om me heen te horen, als je 1000 euro in je handen krijgt, mag je handen dichtknijpen. Dus ik heb wel slapeloos nachten ervan gehad. Ik dacht van straks kan het helemaal niet. Eng, maar wel heel leuk voor hem. Maar ik zou blij zijn als hij weer terug is. Oh. Maar ik vind het heel leuk dat hij gaat, ja. Wat vind je vriendje van als je zo ver weggaat? Ja, ik ben weg. Welke gemis natuurlijk. Ja, hè? Ja. Dat is wel heel ver, hoor. Ja, dat zeker. Ja, ja. Was dat na ons? Een weekje missen. Was dat na ons? Nou, dat kan het. Ik weet het dat ze dat kan. Ja, ze is nu ook mijn kampioen. Maar ze wordt echt zeker kampioen. Is de koffie. Ja, kijk. Nou. En dan moet er ingepakt worden. Ik dacht, oh, wauw. We gaan gewoon naar Nieuw-Zeeland. Geweldig. Het allerleukste vind ik gewoon dat we daar uitgekozen zijn om de kampioenschappen te doen. Ja. Ja. Nou, komt goed. Bij Kim lopen de emoties hoog op nu het bijna zover is. Haar moeder, die jarenlang gewerkt heeft in de gehandicaptenzorg, gaat gelukkig mee als begeleider. Maar niet iedereen kan zijn of haar moeder meenemen. Het is wel ver weg en bekenden zijn niet in de buurt. Maar ik ken op één na ken ik alle mensen, alle sporters die meegaan, ken ik heel goed. Dus dat is wel een voordeel. Maar ik vind het spannend. En dat er geen gekke dingen gebeuren in de trant van dat mensen heimwee krijgen. Of dat er dingen gebeuren waar je, die lastig voor ze zijn. Maar ja, dat kan je natuurlijk nooit voorzien. Maar ik vind het de uitdaging om straks te kunnen zeggen van jongens, we hebben een gouden tijd gehad. En we hebben het toch maar even gedaan. Op 29 september is het zover. We gaan. Heb je er zin in? Ja! Hoe klinkt de leeuw? Hoe klinkt de leeuw? Gemeente Amstelveen heeft een afscheidslunch geregeld. Heel erg excited gewoon. Echt opgewonden en ik vind het fantastisch. Wat onmogelijk leek, is toch gewoon mogelijk gebleken. En we gaan met z'n allen. Nou ja, en deze sporters kunnen heel veel. En ik vind het gewoon mooi dat zij dat kunnen laten zien. Dat wij eigenlijk als één van de weinige landen in Europa, samen met Engeland dan,
naar Nieuw-Zeeland gaan reizen om te laten zien wat we kunnen. Het was nog even spannend of Gerben mee zou gaan. Hij heeft autisme en zag enorm op tegen de reis. De eerste keer sowieso op vakantie met het vliegtuig, dat is al spannend. Voor iemand met autisme, alles wat anders is dan een normale ritme, is ook spannend. Daar kan ik nu niet bij zijn. Dat is voor hem spannend, want hij moet zich ook richten naar andere mensen. Maar het is voor mij net zo goed spannend. En de laatste paar dagen is het echt dat je de zenuwen ziet aankomen. En ja, dat is ook heel logisch natuurlijk. Gaat uit een vertrouwde omgeving. Gaat hij wel met maatjes en met zijn team weg? Ik ben er echt zin in. En Nieuw-Zeeland is wel een leuk land, een mooie stad. Mooie vlag, mooie kleur. Je moet hem loslaten, hè? Dus normaal is het wat aan de hand is, dan rij je er even naartoe. En nu kan je er niet even naartoe als er wat aan de hand is. En na het afscheid kan de reis eindelijk beginnen. Ik denk dat jullie er wel zin in hebben, hè? Ja, ja. Dan gaan we knallen met die hap. Knallen. Bram gooit nog even de laatste energie eruit en dan mogen we het vliegtuig in. Ook mee gaan de volgende begeleiders. Trainer Lea, de vrouw van David en vicevoorzitter Carola. De moeder van Fiona, Paulien. Trainer Sophie en de secretaris Jacob, beter bekend als Filemon. We vliegen eerst naar Doha in Qatar. En dan vliegen we door naar Auckland. Na 26 uur zijn we aangekomen in Nieuw-Zeeland. Je hoort de muziek van de Bahamas als je goed luistert op de achtergrond van Hup Holland Hup. Als je goed luistert, dan hoor je ook een gezang van de Maori. Ik hoor het, ja. Maar we zijn er nog niet. We hebben eerst nog een binnenlandse vlucht naar Napier, waar de kampioenschappen zullen plaatsvinden. En na zo'n reis is het wel weer even tijd voor wat beweging. Nou, nu zijn we er echt, hè? Welkom in Nieuw-Zeeland. Aangekomen op de luchthaven worden de sporters verrast met een haka van het Nieuw-Zeelandse taekwondo-team. We've been waiting for this day a very long time. And you're finally here. En dan worden de sporters begroet met de hongi, de neuzenbegroeting, waarbij de neus en het voorhoofd tegen elkaar aan worden gedrukt. Gewoon normaal zijn. Ja, ik lach, het komt door de zenuwen. Okay. Ik ben normaal. Het is nogal overweldigend. Brit wordt het allemaal even te veel. Tijd om naar het hotel te gaan en even goed en lang te slapen. Ik heb een De vermoeidheid slaat nu wel heel hard toe. Gelukkig is Brits huisgenoot Tim er om haar te troosten. Zondag weg, dinsdag aankomen. Ik heb veel gereisd in mijn leven. Echt waar, ik ben op heel veel plekken geweest, maar ik heb dit nog niet meegemaakt. Dit is echt, en dan voor hun, nou fantastisch.
De volgende dag worden we vroeg wakker met een prachtige zonsopkomst. Top! Gisteren was ik echt knock-out gisteren. Zo weet ik nog dat mij gisteren. Voel je nu beter? Ja, ik was echt dood op gisteren. Ja. En origineel. Het team is nog maar net in Nieuw-Zeeland en heeft al één fan, de manager van het hotel. En ze blijkt ook nog eens familie in Amstelveen te hebben. Best country in the world, Holland. Heb je goed geslapen, Bram? Ja, ja. Veel beter dan in het vliegtuig. Ja, en hoe vond je de ceremonie toen je aankwam? Dat had wel iets. En dat er ook liederen gezongen werden, niet in het Engels, maar in de taal van de Maori's, vond ik ook wel leuk. En ja, het zijn ook cliënten, ja, dus eigenlijk ook onze lotgenoten, maar dan in Nieuw-Zeeland. En het gekke is dat dat dan toch ook wel weer iets vertrouwds heeft. Al wonen die mensen helemaal aan de andere kant van de wereld en verstaan ze geen Nederlands en zo, toch heeft dat toch wel iets vertrouwds. Tjoek, tjoek, gaan we naar het strand. Het strand op Nieuw-Zeeland. Oh, mensen, kijk nou eens. Jetlag of niet, er moet worden getraind. En dat kan op het strand, voor de deur van het hotel. Kom maar, weg met jetlag. Stap 1. Taekwondo is dus de kunst van de hand en voet, de weg. Ja, en Special Needs is eigenlijk gewoon, ja, we hebben het gewoon toegankelijk gemaakt voor iedereen. De technieken die ze oefenen, dat zijn dus blokkerende bewegingen, stootbewegingen, trapbewegingen. En eigenlijk alsof ze in een soort simultaan schijngevecht zijn. En dat is super gaaf, want zeker als iemand echt hard, echt heel erg heeft geoefend, dan zie je echt dat ze echt met kracht, met overtuiging dat doen. En dat is voor mij wel vechtsport. Wat ik merkte toen destijds bij mijn eigen school toen ik kwam is, dat er kwamen leerlingen die onder het vlag van Special Needs kwamen bij ons trainen. Toen bestond Stichting Special Needs in Nederland nog helemaal niet. En ik hoorde van ouders, mijn kind wordt weggestuurd op een vereniging, hij is vervelend. Of sommige ouders waarschuwden hem zelf al van, hou rekening mee, hij kan heel vervelend zijn. Maar ik vond die kinderen helemaal niet vervelend. En toen dacht ik, als wij nou anders denken, als wij nou proberen te denken zoals zij denken, dan begrijpen we hen veel beter en dan kunnen we ook ze dingen laten doen die voor andere mensen onmogelijk lijken. En dat is ook met, ik ben daar door jaren heel erg in gaan verdiepen, ook middels cursussen en dingen die ik heb gedaan, van hoe werkt het brein van hun? Waarom reageren ze anders? Ja, verbluffende resultaten. En dan dacht ik van, kijk, dit gaat veel dieper. Als wij iedereen door dezelfde deur willen proppen, dat gaat nooit werken. Die middag gaan we op ontdekkingstocht in het stadje Napier. Hij is groot. Napier ligt op het noordereiland van Nieuw-Zeeland. In 1931 werd het verwoest door een aardbeving waarbij 256 mensen overleden. De heropbouw van het stadje gebeurde in Art Deco-stijl. En dat is niet te missen. De groep wil vooral op zoek naar souvenirs. Ik heb hier een beeldje van de Maori's en een soort schuiltje met een plaatje daarop van een vogel die ik ook al gezien heb. De grote vlaggenfan Tim heeft een vlag gescoord. Veros heeft een ketting voor zijn vriendin en voor zichzelf. Gerben scoort onderzetters. Jump, 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 jump! Ja, en de sfeer zit er goed in. Maar dan weer back to business. Na een training op de parkeerplaats van het hotel is het tijd voor wat ontspanning. Want die rust is heel erg belangrijk. Iedereen trekt zich terug in de hotelkamer. Dit is een soort wolf. Ja. Maar wel een soort husky. Brit gooit lekker de heupen los. Welke muziek heb je op staan? Welke muziek luister je nu? Step Up. Ah, is dat van die film? Ik ben helemaal fan van. En de dames die gaan de keuken in. Eten klaar, jongens. En dat eten gebeurt op de hotelkamer, gezellig met z'n allen. Storm buiten.
De volgende dag staat in het teken van trainen. Trainers Lea, Sophie en Carola nemen de sporters mee om de zogeheten tools te oefenen die ze op het WK moeten laten zien. Iedereen doet er nog drie. Dan gaan we drinken. 1, 2, 3. Goed zo! Als we 's middags een lekkere wandeling maken langs de prachtige kust, heeft Bram het eerste wildlife al gespot. Het is of een orka of een grind. Oh god. Heb ik spijt dat ik mijn verrekijker... Ja, daar is hij weer. Oh, wauw. Ik vond het fantastisch. Zegt, ja. Ja, wow! Later horen we dat het om een groep orka's gaat. Extra bijzonder is dat de orka's maar 1 keer per jaar langskomen. Goed getimed dus. Die avond is er een spannend moment. Een deel van de sporters kan alvast kennis maken met elkaar. Ook de Nieuw-Zeelandse nationale televisie is aanwezig. De sporters mogen meteen laten zien wat ze in huis hebben. Na een training van de initiatiefnemer van dit allereerste WK, Ben Evans, is het tijd om de aanwezige teams voor te stellen. Australië. De Verenigde Staten. Dit is Engeland. Dit is een deel van het team van Nieuw-Zeeland. En dit is natuurlijk Nederland. Die brul komt wel binnen. Dat belooft wat. Team Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen is eindelijk het kampioenschap. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor alle inzet. Wie heeft er zin in? Iedereen krijgt vandaag extra aandacht van David. Goed zo, zet kracht. En draai. Meedoen is in mijn kruid. Meedoen is belangrijker dan winnen, hè? Ja, dat zegt David. Maar zijn jullie er een beetje klaar voor? We zijn zeker klaar voor vanmorgen. Morgen. Maar ik vind het wel spannend, maar leuk spannend. Ja. Nee, ik vind het ook. Ja. Kom maar, 5. Ga je denk je in de prijs vallen? Ja. Ja? Ja. Dat is wel goed, dat je er helemaal in gelooft. Ja. Goed zo, 2. Ik ga natuurlijk voor goud, maar ik ben ook met brons of zilver tevreden. Hey, laatste training gehad. Morgen is de grote dag. Ik moet zeggen, jij drilt ze best wel, hè? Nee, dat klopt. We hebben ook echt een selectie gedaan in Nederland wie mee zou gaan. Er zijn heel veel mensen die mee wilden, maar waarvan ik gewoon wist van ja, dat kunnen we beter doen als we het toernooi dichter bij huis hebben. Of weer een NK of iets, of een EK of iets. Maar ja, dit team dacht van ja, jullie kunnen dit. Maar ja, ik heb ook tegen ze gezegd, van, luister, wedstrijdtraining gaat wel anders zijn. Maar ze zijn nu wel topfit. Ook een Brit voor wie het heel moeilijk is, weet je wel. Er wordt gelachen, maar er wordt ook gehuild. Mm-hmm. Maar ze zijn wel klaar. En ik weet zeker dat morgen gaan ze het laten zien. Wat ik me heel erg begin te beseffen als ik hier ben, is dat taekwondo voor iedereen veel meer is dan alleen sport. Zeker ook voor Gerben, die nog nooit eerder had gevlogen en heel wat angsten moest overwinnen om hier te komen. Hoe vind je het om hier te zijn? Eén woord, geweldig. Ja. En daarnaast ben ik ook best wel trots op mezelf dat ik gewoon hier naartoe ben gekomen. Dat ik mezelf heb gepusht. Hoe ervaar je dat om weg te zijn met deze groep? Om het leuk te zeggen, een broederband. Het voelt een beetje als familie dan. Je kan op elkaar vertrouwen als iets fout gaat. Met z'n tweeën hoor, lepeltje. David is echt een kanjer. Naast mijn ouders is David zeg maar een van de weinigen die me echt kan overzetten om iets te doen. Ja, we hebben allemaal met verliezen te maken, persoonlijke verliezen of familie die wegvallen.
dan, daar kwam dus altijd iets waar je nog op terug kan vallen. En dat is dat stukje didactische probeer ik ook aan mijn leerlingen mee te geven. Van, kijk, we hebben taekwondo. Dat zie je bij de specialties natuurlijk heel goed. Van, want ja, soms zijn we nooit op vakantie geweest en die reizen naar Nieuw-Zeeland. En we hebben echt naartoe gewerkt als familie. Het is zo hecht geworden en zo. Dat, het sociale aspect is minstens zo belangrijk als het fysieke en het mentale. Het geeft zoveel meer. Iedereen weet van, ja, je gaat zelf moeten presteren, maar je traint samen. Ja, en ik hoop, kijk, ik heb geen glazen bol, maar ik hoop dat misschien iemand in ieder geval een medaille meeneemt. Vannacht ook, ik droom dat ze medailles om hadden, weet je wel. Allemaal, ik droom dat ze allemaal een medaille om hadden, weet je wel. Ja, kijk, als het gebeurt, is het alleen maar een bevestiging. Maar kijk, gebeurt het niet, dan is deze schouder er ook. Stel weer een niets, hè. Ja. Lopen op het strand hier en zeggen, kijk, dit hebben we gewonnen. En dan kunnen we weer reflecteren van, ja, hey, nou ja, we hebben een prijs gewonnen, want we zijn op reis gegaan, weet je wel. Heel goed. We gaan ze pakken, hoor! We gaan winnen! Maar eerst krijgen we een rondleiding door het aquarium in Neepjer. Is het cute, hè? Om de dag goed af te sluiten gaan we pizza eten. Nou, eet smakelijk! En wat er in die pizza van Prit zat? We gaan vroeg slapen, want iedereen moet fit zijn voor morgen. De grote dag. Maandenlang getraind en naartoe geleefd. Goedemorgen. En de dag begint in het hotel van de sporters, zoals gewoonlijk in de kamer van Veros en Gerben, met een ontbijtje. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Eet smakelijk, lieve mensen. Ja. Goed zo, Tim. Dank je wel. Dat is hoe we dit doen op het. Hebben we er zin op in? Op het WK. Ja. Ja. Ja, we zijn er echt klaar voor, jongens. Ik weet het zeker. Oké. Iedereen is heel relaxed. Gaan we het nog hebben? Mooi. Er komen hier allemaal mensen naar ons kijken en zo. En dat toch wel bijzonder. We gaan zo meteen beginnen, jongens. We hebben er hard voor gewerkt. Het gaat een heel mooi toernooi worden. Ja? Beloof ik. Ja. Zijn we trots op elkaar? Ja. Ja. Heb Holland? Hey! Heb Holland? Hey! Heb Holland? Hey! Na het optreden van de band mogen de eerste sporters meteen aan de slag. Het zal een lange dag worden waarin de sporters het op alle verschillende onderdelen tegen elkaar op zullen nemen. Gerben staat, ondanks de blessure aan zijn hand, die hij gisteren opliep tijdens de training, te vlammen. En ook Veros maakt indruk. Ja, gaan doen! Winnaar! De sporters gaan individueel en in groepsvorm het strijdtoneel op. Bij Brit gaat het lekker. Als ze hoort dat ze misschien een medaille wint, kan ze het bijna niet geloven. Ik ben er blij van. Ik ook. Dat is goed, hè? Ben Evans is de grondlegger van de Taekwondo Special Needs in Nieuw-Zeeland. Het was zijn droom om dit allereerste WK te organiseren, speciaal voor deze doelgroep. En daarom moest wat hem betreft ook alles goed zijn. Ook de medailles. In the past, the medals have never added up to what I felt. The medals I felt were tiny compared to the other ones. We had to correct this. New Zealand has to make a big statement here. This is how we do it. Die plakken wegen nu allemaal 250 gram per stuk. En met hoeveel kilo wij straks naar huis gaan, moet natuurlijk nog blijken. Want ook de sporters van andere landen zijn in topvorm.
it's the best day of my life, and I've never competed in such a big event like this before. Yeah, I'm really happy. Na een lange dag is het dan eindelijk tijd voor de prijsuitreiking. We zitten nog maar net en dan mag de eerste al het podium op. Gerben wint de eerste gouden plak. En ook Jannik wint een gouden medaille. Hey, gefeliciteerd man. Hoe voel je het? Goed. Ja? Ja, ik deed het. Ja, mag wel eventjes hoor, mag wel. Ja. Het is een mooi moment man. Hey. Ja. Goed gedaan jongen. Hey. Prachtig. Veros volgt ook met een eerste plaats. Ik heb hem gewoon. Wereldkampioen. Ja! Prachtig. Mera! Tim wint een mooie zilveren plak. En ook Kim kan het niet geloven dat ze goud heeft. Goud voor Kim. Hij is prachtig. Goud voor Kim. Bram sleept ook goud binnen. En iedereen is behoorlijk door het dolle heen. Hier is een feestje! Hier is een feestje! Maar we zijn er nog lang niet. Want dan wordt ook Brit op het podium geroepen. Which one? First. Gefeliciteerd, meid. Goud voor jou. Yes. Je hebt goud. Ja, je bent wereldkampioen. Yes. En dan staat Bram alweer op het podium. Het is fantastisch. We hebben er zo ons best voor gedaan. Tijd voor interviews hebben we niet echt, want nu mag Fiona een gouden plak ophalen. Het blijft gouden, zilveren en bronzen medailles regenen. Ja, en dat Wilhelmus kunnen ze hier nu wel dromen. In totaal scoren we 27 plakken. 13 keer goud, 4 keer zilver en 10 keer brons. Ik kan wel zeggen dat je wel wat in de prijzen bent gevallen, hè? Ja, dat klopt. 4 gouden plakken. Van goud zelfs. Eigenlijk had ik dit eindelijk niet verwacht eigenlijk hier. Enorm goed en trots. Maar ja, ik voel me verdrietig, maar wel met blijheid. 2 nog wel, hè? Gefeliciteerd, hè? Thanks. Ik zie nou een traantje van geluk. Ja. Oh. Je hebt het verdiend hoor. Ja, zeker. Gefeliciteerd. Thanks. Als land worden we 2e, na Nieuw-Zeeland. Wil je nog iets zeggen? Nou, iemand bedanken misschien? Onze meester David, Chung, zijn vrouw Caroline. Ja. En het hele team hier. Ja! En voor het team! Ik kan het niet bevatten. Uitbundig. Dit is ook Nederland. En, weet je, je kan gewoon zien dat zij veel meer kunnen dan veel mensen denken. Sommige mensen die normaal best wel bang kunnen zijn om bepaalde stappen te ondernemen, die hebben hier gewoon gestaan voor het publiek, met meerdere plakken naar huis. We zijn 2e geworden als land. En als nog kers op de taart, heeft hij officieel aangekondigd dus dat het volgende wereldkampioenschap in Nederland wordt gehouden. Over de top. We hebben keihard gewerkt. Ik heb jullie echt laten zweten. Ik ben niet makkelijk voor jullie geweest. Maar kijk dit, je hebt het niet cadeau gekregen. Ja, sprakeloos. Ik ben echt sprakeloos. Ja, ook ontroerd. Ik had alle vertrouwen in ze, maar dat ze zo zouden presteren en dat iedereen zo in de prijs zou vallen. Sommige mensen twijfelden wel eens aan de special needs en nu kunnen ze met hun eigen ogen zien. Ze hebben planken gebroken, ze hebben hoge trappen gemaakt, ze hebben vormen gelopen, ze hebben in groepen gelopen en ja, we stonden er wel. Ja, het is gewoon een eer om hier te zijn, ook als gewoon hun coach en als Nederland hier te mogen staan. En ik hoop ook voor de mensen thuis dat ze echt zien van wauw, dit is, ja, we hebben gewoon geschiedenis geschreven. En 's avonds moet dat natuurlijk even goed gevierd worden. De volgende dag geen trainingen meer.
We gaan een dagje op stap en de omgeving verkennen. Ik vind het heel mooi met die bergen. Dat vind ik echt leuk hier met de groep van Taekwondo. Dat vind ik echt leuk om te doen. Het is zeker een bijzondere plek ook om onze overwinningen te vieren. En nou ja, ik kan het nog steeds niet bevatten. Ja, vanmorgen ook alle berichten op social media natuurlijk en op, vanuit de pers en ouders en mensen om ons heen die allemaal reageren. En, ja, heel mooi. Heel dankbaar ook. Nog nooit waterval gezien, maar nu wel. Ook natuurliefhebber Bram is erg gelukkig vandaag. Ja, natuurlijk dat toernooi dat we zo overweldigend gewonnen hebben. Ik denk dat dit de nummer 2 krijgt van mooie uitstapjes, deze reis. Dat denk ik ook. Aan het avontuur komt alweer een einde. Met heel wat extra kilo's gaan deze helden weer naar huis. In Nederland staan vrienden en familie de helden op te wachten. 27 medailles, mijn dochter zelf een gouden en een bronzen medaille. Een huisgenoot van haar een zilver en een bronzen medaille, dus het is allemaal geweldig. Heel goed, zo trots. Nou, naar 3 vliegtuigen. Nu echt wel gewoon een jetlag. Dat ik amper op mijn benen kan staan nu. Maar ja, al die mensen hier is echt wel gewoon leuk. Ja, het was een heel intense reis. We hebben er bijna 40 uur op zitten. En maar kijk, dit zijn de leeuwen van Nederland. Ik ben toch wel blij dat ze weer helemaal terug is. En dat ze leuke dingen heeft meegemaakt. Apentrots ben ik. Een paar weken later is het tijd voor een echte huldiging. Of eigenlijk 2. Een huldiging in gemeente Aalsmeer. En 1 in gemeente Amstelveen. Ik hoop dat de media het straks met het WK 2021 zeker landelijk gaat oppikken. Nou, straks hebben we een landelijk event waarin we Nederland op de kaart kunnen zetten met zoiets moois. Dus ik hoop echt dat iedereen erbij is. Bij deze, wees welkom. Wat was dit een bijzondere reis. Een reis die zij nooit meer zullen vergeten. Ik ook niet trouwens. Het was een eer om dit te mogen vastleggen. En hey, wat een helden.